Vorig jaar stond ik op Culturama en deed ik mee aan het schrijversparcours. Dat was heel leuk. Dit jaar doe ik niks buiten in deze mooie stad wonen en een bezoek brengen aan jullie stoel. Maar ik vind het wel leuk. Culturama is een... Ik vond dat vorig jaar vond ik heel plezant. Dan moest ik zo in kleine boekhandels gaan lezen. Altijd met een publiek van een dozijn, twintigtal mensen zo. En dat was heel tof. Dat was heel plezant. Dat was heel intiem zo. En ja, ik vind dat wel... Ik vind dat oké. Thumbs up voor Culturama. Ik ben sinds een jaar of drie schrijver. Misschien zelfs al iets langer. Ik ben begonnen als columnist in 2006. En kort daarna ben ik aan mijn eerste boek begonnen. En dat is ondertussen een goede drie jaar geleden. Dus ik ben toch al een tijdje schrijver. Ja. Ja. Niet echt bewust. Het was eerder een samenloop van omstandigheden en kansen. Ik wilde wel schrijver worden. Maar ik wist dat dat niet zo evident is, of niet zo evident was om ook daadwerkelijk daar iets mee te kunnen, daarvan te kunnen leven en zo. En eerder toevallig ben ik dan columns kunnen beginnen schrijven voor De Morgen. En nog toevalliger heb ik een voorstel gekregen van een uitgeverij om een eerste boek uit te geven. En in mijn hoofd ik dacht altijd dat ik schrijver zou worden rond mijn 40 of zo. Omdat ik dacht, ja, ik moet eerst zien dat ik... Of dat ik een echt werk vind en zo. Maar uiteindelijk heb ik heel op een jonge leeftijd de kans gehad. En heb ik gezegd, ah ja, uiteraard wil ik wel schrijver worden. Dus, en niet dat dat zo, dat je opstaat en echt, ik ga schrijver worden. Schrijver zijn is ook, je hebt het artistieke deel van schrijver zijn. En dat komt erop neer dat je je ogen openhoudt. En dat je veel dingen... uit die omgeving filtert en daar iets mee doet. En heb natuurlijk het heel pragmatische deel van schrijver het zei dat je ergens moet wonen en dat de huur moet betaald worden en zo. Maar in de artistieke zin van de betekenis denk ik dat ik al heel lang schrijver ben. Er zijn schrijvers die die heel veel doen, die musicals schrijven of theaterstukken of poëzie of weet ik wat. En ik voel me echt bijna exclusief aangetrokken tot de kunst laten zeggen, van het romanschrijven. Dat is echt iets waar ik me heel goed in voel. Opgeven heb ik heel weinig zin om gedichten te gaan schrijven of aan een toneelstuk te beginnen of zo. Misschien omdat ik, ik weet niet... En zo boeken schrijven, dat is echt iets wat ik heel graag doe. Zo dat tragere, dat tempo en die cyclus van het research, schrijven. Ik vind dat heel aan... Dus daarmee leg ik daar de nadruk op, ja. Ja, ik ga sowieso heel mijn leven schrijven, omdat ik schrijf heel graag. Ik weet alleen niet in welke context dat zal zijn of waar en in welke vorm. Maar ik ga wel heel mijn leven schrijven. Ik denk dat schrijven en op mijn gemak met een tekst bezig zijn en dat analyseren en herschrijven en omkeren, dat is waar ik als mens ook heel erg gelukkig van word. Gefrustreerd, maar ook wel heel erg gelukkig. Dus ik denk niet dat ik zonder schrijven kan. Ik kan wel zonder heel het circus en boeken die veel moeten verkopen en zo, dat wel. Maar gewoon het hele bijna fysieke van het schrijven, dat ga ik nooit meer achterlaten, denk ik. Ja. Kentucky, mijn land, dat is mijn tweede boek. Het gaat over het afbrokkelen van de mythe van een oude man. Het gaat over een man die succes heeft gekend in zijn leven, op zakelijk vlak. En die zich op een bepaald punt heeft teruggetrokken, fysiek en mentaal, van de rest van de wereld. Hij woont heel afgezonderd in een klein appartementje aan de kust. Hij haat het daar, maar hij woont daar toch. En het boek gaat eigenlijk over de fysieke en morele en mentale aftakeling van die man. Het is een heel opbeurend boek. Nee. Maar daar gaat het over. Ja. Ja. Portret van een oude man, laten we het zo noemen. Ja. Ik heb een exemplaar van The Believer meegebracht. Ik zal misschien kort uitleggen wat het is. Het is een Engelstalig of Amerikaans magazine uit de uitgeverstel van Dave Eggers. Dave Eggers is een Amerikaanse schrijver. En die heeft met een van de voorschotten van zijn romans een uitgeverij opgericht. Die heet de McSweeney's, Timothy McSweeney's.
En die heeft magazines uit. McSweeney's zelf is een magazine. Dat gaat over, ja, dat is een heel geestig magazine met veel Amerikaanse fictie van jonge auteurs bijvoorbeeld. En dan heb je The Believer. En dat is, hoe moet ik dat noemen? Dat is laten we zeggen het literaire broertje van McSweeney's. Dat gaat vooral over schrijvers, maar eigenlijk over kunst in het algemeen. Er staan interviews in met bijvoorbeeld hier met Nick Cave, zie ik in deze editie. En dat is heel leuk om te lezen, niet alleen omdat het over echt onderwerpen gaat, en je wordt er echt slimmer van als je het leest, maar ook omdat het in een fantastisch mooi Engels geschreven wordt meestal, want het wordt elke keer door andere beloftevolle en goede schrijvers, of heel bekende schrijvers geschreven. Het is ook heel mooi uitgegeven. Dus ik heb er een abonnement op. Ik krijg het elke zoveel maand of elke maand in de bus. Komt een keer of 10 per jaar uit, denk ik. En het ruikt heel lekker. De cover is prachtig. Er staan ook altijd zeer mooie tekeningen in. Het is eigenlijk op alle vlakken perfect. Het enige probleem is dat het is niet heel goedkoop hier in België. Het kost, ik weet niet goed, niet meer, 15, 16 euro. Wat een beetje jammer is, omdat jonge mensen vaak hun budget moeten beheren. Dus ik steek alvast één exemplaar leg ik op jullie stoel. En ik hoop dat iemand er blij mee zal zijn. Voor mij is het altijd een van de mooiste dagen van de maand als ik mij ergens kan terugtrekken in een café om The Believer te lezen. Daar ben ik altijd zeer. Ik heb het ook gehandtekend, wat de mooie cover totaal verpest. Maar jullie hadden gevraagd om het te handtekenen. Ik heb het gedaan. Dus ik leg het hier op de stoel. En voilà. Dankjewel ook voor jullie uitnodiging.